in Copyright Mens. Een gesprek over lachen, huilen en de familie Knots. Annemiek Schrijver praat met theatermaker en schrijver Hetty Heiting. Zet haar theaterpubliek aan het werk. Smeekt als Tante Til met roze verf. Schrijft ook scenario's voor misdaadseries. Staat open voor de lessen van het leven. Annemiek Schrijver praat met Hetty Heiting over kwetsbaarheid en kracht. Hetty, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Want jij bent al jaren in mijn blikveld als iemand die een uniek aantal talenten heeft. Hè? Comedienne, actrice, je hebt talloze scenario's geschreven. En ik wil al elke week hier weten hoe mensen zin aan hun leven geven. Nu sta jij op de planken met de voorstelling Ik lijk wel gek. Waarom, ja. Waarom lijk je wel gek? Ja, ik moest hem... dat is een heel lang verhaal natuurlijk. Eigenlijk zou ik daar staan met mijn partner, Martin van den Ham. En die is plotseling overleden in maart in 2001. En toen stortte natuurlijk mijn hele wereld in. Ik zat ineens thuis en ik had geen toekomst meer, in welke opzicht dan ook. En heb toen wel besloten dat ik de voorstellingen die gepland stonden op dat moment voor ons beiden, mm-hmm. dat ik die liet staan. De theaters die dat aandurfden, kregen iets van mij. Die ik wist al niet wat. Waren er theaters die dat niet aandurfden? Ja. Echt waar? Ja, die zeiden nee, dan niet. Maar de meeste, gelukkig, wel. En toen dacht ik, ik zat natuurlijk midden in een rouwproces, dan moet je toch ergens een titel lanceren. En de enige titel die ik kon bedenken was Ik lijk wel gek. Want dat dacht ik toen echt nog. Want ik was natuurlijk mijn gevoel voor humor in die eerste periode geheel en al kwijt. En ik had niet het gevoel dat ik ooit nog op de planken kon staan. Ja, maar ik ben naar die voorstelling geweest. En met in je achterhoofd het besef dat je 10 jaar lang met hem op de plank hebt gestaan. Het is voor mij onvoorstelbaar. Dat je dus precies hetzelfde doet met... In mijn eentje. Ja, soms speel ik zijn rol, zou ik maar zeggen. Zo kun je het zeggen. Zeker in het gedeelte wat ook uit improvisatie bestaat, is het wel alsof hij mij dingen influistert. Wij wisten altijd heel goed van elkaar. We hadden de laatste drieënhalf jaar lang een improvisatieprogramma. Dus van A tot Z verzonnen, de hele avond, op suggesties van het publiek. En daar speelden we dan mee en rollen, soorten, nou, van alles. Van musical tot stukjes drama, tot een lied zingen. Dat ook nog rijmde, ook ergens naartoe ging. Maar wij waren zo natuurlijk zielsverwanten van elkaar. Dat ik wist vaak wat hij ging doen al door niks. Dat hij één zin zei. En dan dacht ik, oh goed, dan doe ik dat. En dat vulde elkaar zo aan. En mensen die daarbij stonden, die hadden iets van, nou, hoe is het mogelijk dat je een lied kan zingen? Jij zingt een zin, hij zingt een zin, jij zingt een zin, hij zingt een zin. En de volgende zingen jullie samen, terwijl dat lied bestaat niet eens. Ongelooflijk. En ook nog tweestemmig. Ja, maar dan wist je, dat moet die zin worden. Je kent elkaar zo goed, dat doe je dan. Maar is hij erbij, als je dat nu in je eentje? Ja, vind ik wel, ja. Ja, en soms bedien ik me van zijn lef. Ja? En dan doe ik dat. En dan weer een stuk, weer acteren. Dat doe ik dan weer. En ja, het zit er allebei in. Ik denk, mensen die ons heel goed gekend hebben, zullen dat zeker ook voelen. Ongelooflijk. Maar hij is echt plotseling overleden. Ja. Echt van de ene seconde op de andere. Ja, nou, het duurt een paar minuten, maar ja. Maar hoeveel tijd heeft er dan tussen gezeten dat jij dacht, nou, ik moet toch weer die planken op? Dat dacht ik eigenlijk sowieso. Omdat er anders natuurlijk helemaal geen reden is meer om je bed uit te komen, zal ik maar zeggen. En hij heeft mij altijd zo gestimuleerd en mijn talent ook. Gewoon, dat was heel bijzonder. Hij heeft er echt zo in mij geloofd. Hij wist ook wat ik nog kon, wat ik zou kunnen, wat er nog moest komen. En dat zou heel erg zijn als door zijn dood, als dat voor niets was geweest. Dus dat vind ik wel ook.
En van mijzelf, inmiddels ben ik natuurlijk in fase iets verder. Vind ik het ook jammer dat ik, als ik daarmee op zou houden. Want ja, bovendien doe ik iets wat niet veel mensen doen. Ja, dat is dus, maar is het nou... dan is het helemaal jammer, ja. Maar zo, waar je nu bent, hè, het is bijna een jaar geleden. Is het ook een verplichting aan hem? Is het voor ons, publiek? Of is het voor jezelf? Het is gewoon dat ik mijn publiek terugzie en mijn publiek ziet mij terug. Die voorstelling is erg om te lachen. En ineens is daar dat breekbare liedje over Martin. Dat is toch ook een besluit geweest, neem ik aan? Ja, maar dat nam zichzelf, dat besluit. Toen ik begon te schrijven in het programma... en dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat deed... en toen heb ik ineens eigenlijk alles gemaakt, achter elkaar, in korte tijd... was dit het eerste wat ik opschreef. En ik had tot die tijd helemaal niets geschreven. Ach. Sterker nog, ik kon helemaal niet iets schrijven. Dat is heel raar voor een schrijfster, dat ik... Ik was heel blij met al die honderden brieven die ik heb gehad... van mensen uit het land of mensen het publiek en natuurlijk vrienden... en mensen die je dierbaar zijn. Want ik kon zelfs geen zin op papier zetten. En uiteindelijk toen... dat was gewoon de stop die van de fles kwam. Was dat eerste lied. En blijkbaar wilde dat geschreven worden. En dus... Jas hangt aan de kapstok naast je jekkies en je das. Je schoenen staan er ook nog steeds en je schoudertas. Het boek waarin jij bezig was ligt open op zijn kop. En van je tube tandpasta ontbreekt nog steeds de dop. Ik wil hier geen verandering. Zo hou ik alles vast. Alleen staan er wat foto's nu in de boekenkast. Je vulpen schrijft geen liedjes meer en ook je keyboard wacht op jou. Het is zo stil, zo stil. Doodstil geworden in dit huis van rouw. Oude post, nog nergens mee klaar. De lijst met dingen die jij nog moet doen ligt daar nu al een jaar. Soms vind ik weer een briefje met ik kom pas laat naar huis. Maar ik kan wachten tot ik gek word, jij komt nooit meer thuis. Soms kruip ik in je kleren. Die ruiken nog naar jou. Dan voel ik je weer om me heen. En het helpt tegen de kou. Je naam staat ook nog op de deur. Ik wil je nog niet kwijt. Je huist in mijn gedachten. Dus je woont hier nog altijd. Ik moest je wel begraven, zonder slag of stoot. Maar wat ik heb met jou, mijn lief, is nog lang niet dood. Prachtig, dank je. Ja, ik heb nu ook weer kippenvel. Maar in de voorstelling ook... besef je het effect ook op... ook al heb ik nog een man... het is alsof het mijn man is. Ik weet niet, zeg maar, wat is het effect? Nou, dit effect, dat ik alsof mijn zenuwen aan de buitenkant zitten. Helemaal open, dat je helemaal open ligt. En ik denk, hoe...
ja, misschien een hele domme vraag, maar waar slaat dat op, de dood van Martin? Nergens op. Ik dacht ook, in het allereerste begin dacht ik, wat hebben we toch in vredesnaam verkeerd gedaan dat we dit onheil over ons hebben afgeroepen. Dat is natuurlijk een hele rare calvinistische gedachte, misschien wel. Maar ik dacht, wat hebben we toch fout gedaan dat dit een straf is of zo? Hij was 38, ik bedoel, bloei van zijn leven en zijn carrière en paf, weg. En het was ook nog eens een hele mooie, goede relatie die we hadden, ja. Echt eentje voor het leven en heel bijzonder dat we elkaar hadden gevonden. Ja, ik weet niet, het is blijkbaar iets wat ik dus ook nog weer moet verdragen in mijn leven. En een plek moet geven. Maar is het met die gedachte te verdragen dat het blijkbaar ergens goed voor is? Geloof jij dat? Dat weet ik niet. Ik heb al vroeg bijvoorbeeld mijn ouders verloren. En daarvan denk je dan ook, wat is de zin daarvan? En soms maak ik daardoor hele mooie script. Schrijf ik iets meer dan andere mensen. Dacht ik vroeger wel eens van, ja, ik heb vroeg al de dood in de ogen gekeken en de betrekkelijkheid van dingen en de ernst van het leven. En dus ook al schrijf ik vrolijke dingen of comedy, er zit altijd meer onder. Ja, tragiek ook. Maar goed, dat beheerste ik al. Dit had niet hoeven gebeuren daarvoor. Nee, precies. Nee. En je hebt zijn dingen, je hebt ook zijn kleren aan. En je was zo trots met zijn jas na afloop van de voorstelling. Helpt, ik bedoel, hoe weet je dat je dat moet doen? Zijn spullen bewaren en zijn prullenband niet legen? Dat gaat vanzelf. Ja? In het begin was ik ook heel bang dat mensen die prullenbak, die op de ochtend, dat ik nog dingen ingegooid, dat die zouden legen of zo. Dat heb ik ook verboden. De kamers op slot gedaan. Dat niet iemand in de dacht, ach, komt ze niet aan toe. Dat verschoof of nee. Ja, je wilt toch nog wat vasthouden. Het houden van houdt niet op met de dood. De dood is je een stap voor en die is heel onherroepelijk. Maar ik hou nog net zoveel van hem. Dat is door niets veranderd. Ja. Alleen, ik kan het niet meer met hem delen natuurlijk. We kunnen het niet meer uitwisselen aan elkaar. Maar ja, ik kan hem nog niet missen. Nee. Heb je een idee over waar die is? Nee. Ja, soms zit hij wel eens naast me in de auto, heb ik het gevoel. Ja? Zeker als ik 's avonds laat rij, ja. Ja, daar was hij ook altijd heel bezorgd over. En ik heb het gevoel dat hij soms naast me staat op het podium. Maar hij kiest wel dan hele bepaalde plekken uit. Maar hij is er ook heel veel niet, hoor. Nergens dat ik denk, waar ben je toch gebleven? Waar haal je die moed vandaan? Om zo'n podium op te gaan? Ja, nou ja, om zo'n sterk wijf te zijn. Ja, ik was al een beetje gelouterd, hoor, door het leven. Dus, ik weet niet of dat sterk is, maar... Is het moed? Ja, maar moed heb ik wel leren ontwikkelen. Dat was ik niet. Nee? Of van was ik een bang meisje, ja. Die heel bang voor confrontaties was, die altijd een vrede wilde bewaren en zo. Zeker geen vervelende veranderingen. En dat is echt door wat je meemaakt echt 180 graden gedraaid. Ja, jij hebt inderdaad jong je moeder verloren. Je hebt voor haar gezorgd in je puberteit. Ja, samen met mijn zusters ook, ja. Heb je toen je puberteit overgeslagen? Ja. Daar had ik geen tijd voor. Dingen met deuren slaan of zeuren om hoe laat je naar huis mocht komen en dat soort dingen. Dat zat er gewoon niet in. Ik had een hele andere ernst. Ik moest aan mijn moeder vragen hoeveel pijn ze had. En dan naar aanleiding daarvan of er een half pilletje in een vijzeltje stuk gemaakt werd. Of een hele, of welke dosis. En dat ging dan weer in zonder voeding in haar lichaam. Dat zijn, als je 16 bent, zijn ernstige dingen. Ik heb dus daardoor, ja,
Dat heb ik later wel weer ingehaald, hoor. Een beetje met kindertheater spelen. Dat was wel lekker. Een beetje primair gewoon hem erin kon knallen. Ik haal het wel terug. Ja, soms op een podium, ja. Ja, want er zit ook nog steeds iets van dat meisje, dat kleine meisje in je. Dat vind ik wel. Ja, als je zo mij op het podium rond ziet springen, zeker, denk ik. Nou, maar je rent ook zo hop achter een paard aan. Ik bedoel, het is ook... Een paard. Ja, als die voorbij komt, er ren je erachteraan. Nee, dat is ook zo. Het kind in mij zit ook... zit er ook nog. Zou jij niet een geweldige moeder zijn? Om Vast. Die reden? Ongetwijfeld. Ik ben ook een hele leuke tante. En... kinderen krijgen is er gewoon niet van gekomen. Dat is het. Je kan niet alles tegelijk. En ik doe al heel veel tegelijk. En soms heb je in een periode waarop je denkt, nu had het gekund, heb je geen relatie die leuk genoeg is om waarbinnen dat kan. Of waar je niet zeker genoeg van bent dat je geen relatie hebt met iemand, iets mee wil doen. En daar is soms ook weer discipline voor nodig. Of dat je er tijd in steekt en je niet laat afleiden om andere dingen te doen. Ik heb vaak gedacht, scenario schrijven bijvoorbeeld, dan wil ik een van de beste worden. Dus daar ben ik veel tijd in gaan stoppen om dat te kunnen en om me daarin te ontwikkelen. Ja. Dus ja, het is een stukje, zat er al gevoel daarvoor al in, getuigend kind van 5. Maar wat je daar vervolgens mee doet, dat is toch ook wel weer mijn eigen verdienste dan. Ja, maar je hebt ook wel eens gezegd dat je je beschermd voelt. Door iets van buiten. Iets goddelijks of... Nou, ik heb wel op belangrijke momenten in mijn leven... kwam er wel net iemand om de hoek die mijn leven redde. Als je het zo wil zeggen, ja. Dus dat vind ik... Hoe bedoel je? Nou ja, als je de term beschermengelen bedoelt... die heb ik ook wel gehad, ja. Maar gewoon concreet, in concrete situaties? Ja, in concrete situaties, ja. Maar ze waren er nog maar. En ze waren er. Ik ben wel eens vreselijk een valpartij. Dat ik mijn long geklapt was. Dat ik lag te stikken in een volkomen afgelegen skiweide. En daar is toch maar die skileraar die, geloof ik, een beetje verkikt op mij was. En hij was zo lelijk als de nacht ook was. Maar die ging altijd een beetje bij mij in de buurt met 2 privéleerlingen. En die zag mij vallen en dat duurde nog minuten voordat hij er was. En ik lag daar al te stikken en ik zag ook beelden uit mijn leven. En oh ja? Hij heeft me net op het laatste moment teruggehaald. En net voor de tunnel, zal ik maar zeggen, kreeg ik weer zuurstof. En werd dat vacuüm in die longen opgeheven. Het is toch weer fijn als je zo blond en aantrekkelijk bent, dat er dan zo'n skileraar is. Nee, maar, nu, jij bent toevallig iemand die dat dan heeft meegemaakt, dus ik moet daar nieuwsgierig naar vragen. Want dat houdt ons natuurlijk allemaal bezig. Maar was het eng, die tunnel? Nee, helemaal niet. Het was voorkomen dat ik dacht, ja, dit is goed. Dat dacht ik. Ja? Ja, ik dacht, ja, dit is goed. En dat is heel raar, want bij leven en welzijn heb ik best wel doodsangst. Wat mij echt kan bekruipen. Maar dat had ik op dat moment helemaal niet, het tegenovergestelde. Maar wat... Dat vind ik wel geruststellend, overigens. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Maakt het je ook overmoedig? Dat je weet van, nou, als ik ga, is het... Nee, het maakt mij eerder voorzichtiger. Dat ik denk, je moet geen rare risico's nemen. Blijkbaar is er mij meer tijd gegeven. De rest van mijn leven begint nu. En laat ik dat eens goed benutten. Maar dat vind ik ook alweer, hoor. Bijvoorbeeld de dood van Martin. Dan nog meer dan ooit, denk ik. En nu helemaal geen flauwekul meer. Opschieten. En nu, ik heb dus... Ik heb nog wel tijd. Laat ik ook de dingen doen die gedaan moeten worden. Dus de ruis moet eraf. Al absoluut, ja. En waar gaat het dan werkelijk om? Want dat zou jij dan kunnen weten. Wat doet er dan werkelijk toe? Het is voor mij heel belangrijk dat ik daar toch sta op dat podium. Ja. Dat is toch iets wat zo sterk is dat ik er mijn isolement voor doorbreek. Want je bent liever eigenlijk alleen als je heel erg verdriet hebt. Maar dat is toch zo sterk dat ik denk dat ik graag naar dat theater toe ga. Ja, dat is ook een soort redding dus. Dus dat kan je, ja. Dat zit dus toch een raar soort gedrevenheid in mij. Nou, ik wil graag even met jou naar de familie Knot kijken. Over gedrevenheid gesproken. Want wat ik niet wist,
is dat die, jij doet drie rollen, maar dat is uit nood geboren. Dat was toch een geldkwestie? Ja, er was geen budget voor. Dat was helemaal niet de bedoeling in eerste instantie. En ik dacht, ik wilde een drama maken met meerdere rollen. Nee, we kunnen maar drie acteurs betalen. Toen dacht ik, nou, dan gaan we dubbelrollen spelen. En dat is eigenlijk ook weer de gimmick van het hele verhaal geworden. Ja. Wanneer was dit ook weer? Het begon in 1980. Oh, heerlijk. Lang geleden al. Ja, ik niet. Hallo Hansje. Zeg, zullen we dan vanavond afspreken? Waar? We spreken niks af. Nee. Oh, maar je vindt me toch wel aardig? Huh? Oh, ik snap het al, je moet even die klant helpen. Mm-hmm. Het is helemaal geen klant hoor, dat is meester Vogel. Hé, Arend, waar woon je nou tegenwoordig? Ja, joh, ik moest mijn kamer af, ik stond opeens met allemaal spullen op straat. Nou, wat doe je dan? Huiskraak is niks voor mij, dus ik woon weer bij mijn vader. Het is toch kras? Nou is er dus alweer gif in de grond gevonden. Het is een schande en dat is het. En al die aardappelen die wij uit de grond halen, die kan je zeker gewoon opeten. Nou. Oh. Onkel X meldt zich op het hoofdbureau. Oh, Frederik, lievertje, heb je nog iets belangrijks te melden, hè? Niets. Alleen dat die vogel dakloos is en weer bij zijn vader schijnt in te wonen. Dan moet hij elke dag heen en weer reizen, wel 1 of 2 uur was stumpeld. Schijnt nog ruzie ook te hebben met die vader. En met zijn moeder? Heeft geen moeder meer. Oeh, ja, dat is het waanzinnige van dit leven. De een heeft geen moeder, de ander heeft geen kind. Kwalletje roze. Zo, heeft mijn kleine babytje lekker geslapen slaapt. En krijgt mijn snoeperige kleine Rick nu een heerlijk artistiek rugflesje melkje melkje van het koetje boe. Zeg, sorry, neem me niet kwalijk, maar wat een verschrikkelijk slecht Nederlands. Oh, nou ja, dat is babytaal. Ja, nu ik dan eindelijk een kind heb, wil ik ook dat hij me verstaat. Daar bemoei je trouwens mee. Ha, mondje dicht. Nou, mondje weer open, want hier komt het spintje voor de kleine drinkenboer. U dacht toch niet dat ik dat in mijn mond nam? Ja. Zo, rustig drinken, zoete jongen. Hè, gulzige kleine. Nou ja, kleine. Het is wel een flinke baby. Een uitzonderlijk groot gegroeid kind, mag ik wel zeggen. Ah, en hij lijkt ook nog op iemand. Ja, op wie doet hij me nou toch denken? Je vindt het leuk om te zien, hè? Ja, grappig. Ja. Welk typetje vond je het leukst? Ik vond oma heel erg leuk om te doen. Want dat moet je zo ontspannen, dat je die, zou ik maar zeggen, die verstrooidheid, dat is, om dat er zo te laten uitzien, zou ik maar zeggen. Ja. En om zo oud te spelen, dat is heel leuk. Je moet steeds een stap achterlopen. En tante Til, als ik in de studio was, morgens om 9:30 al op dit niveau, dat is om te praten, dan ging ik eerst een paar rondjes rennen. En ik had allemaal fiberfil, want ik was heel dun toen nog. En heel dun meisje altijd. Daar had ik heel veel fiberfil om. En daar raakte ik op stoom. Dus dan liep ik rond als een kip te kaken. En dan begon die bril te beslaan en dan zei ik, oké, jongens, kunnen draaien. En dan gingen we draaien. Geweldig, ja. Heerlijk. Maar jij kijkt waarschijnlijk ontzettend naar mensen, anders kan je dit niet spelen. Ja, dat is waar. Maar mensen interesseren mij sowieso. Ja? Ja. En hoe uitzicht dat ook dat je gewoon bij de bakker staat en denkt, huh? Ik bedoel... Ik verveel mij nooit. Want waar ik ook moet wachten, valt mij weer iets op. Dus dat is echt waar. Ik verveel mij helemaal nooit. Nee? Nee. En bovendien ben je ook nog eens heel geïnteresseerd in hoe mensen dingen zeggen. En wat daar dan onder ligt. Of hoe ze liegen tegen elkaar. Dat soort dingen. Ik lees ook me ook helemaal suf aan alle populair psychologisch materiaal. Om al die gedragsdingetjes uit te vogelen. En dan kijk ik weer wat er om me heen gebeurt. En als ik op een verjaardag zit, dan verveel ik me dus geen moment. Nee. Ja, want jij schrijft ook voor misdaadseries, hè? Baantje. En fascineert je ook hoe mensen tot misdaden komen? Ja. Ja, als je een goede thriller schrijft, moet je dat weten. Je moet ook op de stoel van de moordenaar gaan zitten. Anders dan klopt het niet, het script. Dus dat moet je doen. Had je dat als kind al, dat je zo kon kijken? Ja.
heb altijd al zo gekeken. En ik kon echt mijn ouders verbazen als er mensen voor het eerst op bezoek waren geweest. Dan had iedereen daar wel een mening over. En ik gaf dan ook mijn mening te beseffen. En Hetty, wat vond je? En ik kon die stond dan haaks op andere dingen. En dan kon ik soms zeggen, die vrouw is heel ongelukkig. Hoe klein ik ook was. En zei, ja, hoe bedoel je? Ze schept wel op, maar ze is heel ongelukkig. Dat wist ik dan zeker. Maar is dat een zesde zintuig of zo? Ja, je luistert en kijkt naar andere dingen, denk ik. Laat me niet zo snel misleiden. Behalve je vak, wat levert je dat op? Want je bent natuurlijk ook heel erg poreus voor verdriet en zo. Dan. Ja, ja. Maar dat is toch ook niet erg? Dat vind je winst? Nou, ik vind het wel een winst dat ik ook opensta voor andermans emoties, ja. Maar hoe werkt het dan voor jezelf? Ik bedoel, je jeugd, Martin dood, wat? Ik heb me eerst helemaal gebonden op mijn eigen verdriet. Ik ben niet iemand die wegloopt. Je denkt, andere mensen moeten mij maar afleiden. Of... Nee, ik heb heel erg gekeken hoe diep dat gat was. En dat was verrekt diep, kan ik je zeggen. En nog steeds. Ik bedoel, het is dat... Daar zit wel een vlies overheen, maar het is dun. Maar, en dan ga je weer voor jezelf zorgen. Dus je gaat... Je kan ook knoppen omdraaien. Ik bedoel, je kan ook kiezen. Ja. Je kan ook, als ik... Ik kan me volledig concentreren op wat ik kwijt ben. En aan Martin ben ik zo'n mooi, fijn, goed mens kwijtgeraakt. Maar ik... dat is ook gewoon. Maar als ik de hele dag bezig ben met dat ik hem kwijt ben, ben ik mezelf ook kwijt. Ik kan me beter concentreren op dat wij 10 jaar van elkaar hebben kunnen genieten. Dat ik hem gekend heb. En dat koesteren. Ben je voortdurend bezig om die knop om te zetten? Wat zou ik namelijk wel hebben? Dat je de hele tijd denkt, zie mij eens flinke meid die knop omzetten. Ik bedoel, het is wel steeds die keuze maken. In het begin ben je geneigd om... natuurlijk, een mens is geneigd om een beetje een slachtoffergevoel aan te trekken. Maar ik ben daar als vrij snel mee opgehouden. En als het gaat over een vraag als wat is de zin hiervan? Wat doen wij hier op deze aarde? Vraag je dat dan ook niet af? Ja, voortdurend. En? Als ik dat zou weten, zou ik een heel duur boek kunnen schrijven. Dat wil ik echt weten. Wordt bij jou bij het klimmen der jaren nou die vraag groter? Of krijg je steeds meer inzicht van nou, dat moet toch een beetje hier en daar over gaan? Wat doen we hier? Wat doe jij hier? Ja, wat doe ik hier? Ik vind wel dat ik... Dat is dan misschien is dat nog wel ergens een stukje christelijke opvoeding. Ik leg mezelf wel op dat ik... I want to be a good person. Ik wil niet andere mensen kwetsen. En ik wil ook niet dingen stuk maken. En ik bedoel, er zijn een aantal dingen die ik niet wil. En ook niet doe. En ook mezelf, al zou ik me er op een minimale vorm op betrappen... Onmiddellijk mezelf een klap voor mijn hersens geef. Maar dat klinkt zo gedisciplineerd. Of gaat het van nature steeds meer? Of zeg je de hele tijd, kom op, eerlijk zijn, optreden? Ja, blijkbaar gaat dat toch vanzelf. Maar het is ook wel ook een beslissing. Hoe wil je je leven invullen? Dus ook door middenbreken is een beslissing? Dat je denkt, nou... Ja, van ik laat het toe. En ken je dat? Door middenbreken? Ja, dat je echt helemaal denkt van... Absoluut. Ik kan je zeggen dat ik de eerste weken nadat het met Martin was gebeurd... Ik had zo'n denderende klap op mijn hoofd gehad. Ik kon niet meer auto rijden. Ik werd helemaal gek van als ik al de moed had naar een winkel te gaan. En die supermarkt met al die band die maar nooit stilstaat. Ik werd er helemaal stapelgek van de hectiek. Van de hele wereld die maar doordraait en dat niemand op elkaar let. Ja. Dat vond ik daarvoor al. Want ik, maar toen helemaal. Ik leed daar echt onder. Ja. Ja, maar en toch wil ik graag weten, hoe kom je daar dan overheen? Als je zo gevoelig bent. Om dat toe bent. Te geven. Ik begin daarmee dat ik
toe. Ik geef ook toe dat ik stik verdrietig ben, dat het nooit meer goed komt. Ja? Dat geef ik toe. En ik ga zelfs zover dat ik denk, misschien moet ik er wel naast gaan liggen in dat graf. Want wat heeft het leven nog voor een zin voor mij? Ik vond alleen dat, dat zou Martin nooit gewild hebben, dat mijn dood, dat hij de oorzaak van mijn dood zou zijn. Ja. Dus dat hield me tegen. Dat was het eerste wat me tegenhield. Ja, ja. Dus die liefde werkt inderdaad door? Ja, die werkt door, ja. Ja, ja. Dus jouw boodschap is ook een beetje laat het toe, hè? Ja. Ja, laat het toe in jezelf, laat het ook toe bij elkaar. Mensen bij elkaar. Als je in mijn voorstelling zit na de pauze en ik ga me heel afhankelijk maken van het publiek. Ja. Je hebt als het publiek. En letterlijk en figuurlijk leg ik mijn hele ding in jouw schoot en zeg, wij moeten het samen nu verder doen. En dat doen ze ook dan. Ja, ja, dat is echt leuk. En dan ontwikkelen ze zich echt ook door als iemand dingen roept, waardoor ik weer mijn fantasie weer gaat werken. Ja. Dat. Dan willen ze ook eigenlijk het leukste idee roepen. Dus ze gaan ook nog hun best doen voor mij, voor elkaar, voor ons, voor wat er gebeurt. Ja, het publiek geeft dingen aan en jij maakt daar een geheel van. Ja. Dus je bent echt, je weet helemaal niet welke kant het op gaat. Nee, en dat is elke avond een totaal andere voorstelling. Dus de helft van de voorstelling is elke avond totaal anders. Dat lukt alleen als ik mij zo volkomen openstel. Ja. Ik volkomen luister naar wat er op mij afkomt. En dat verbindt met elkaar. Dus de connecties maken van, hé, dat is al eerder daar genoemd. Daar nog, nu kan ik dat en dan daar terugpakken. En ondertussen ook nog, laat ik een mensen in mijn hoofd kijken. Want ik denk hardop, ook nog tussendoor. Ik speel rollen, dialogen. En dan tussendoor weet je ook nog mijn commentaar. En Je laat in je hoofd kijken en je laat ook in je huis kijken. Want dat liedje ging natuurlijk ook heel erg over het huis van jou en Martin. Ja. Dus laten we zeggen, ik stel me behoorlijk open. Ja. 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 Eigenlijk vrij schaamteloos kan je met mij alle kanten op. En waartoe? Om te delen. Krijg je genoeg terug? In zo'n zaal zeker, ja. Maar naast de zaal, buiten de zaal? Er zijn een aantal mensen die mij geregeld nog uit de slaap houden. Omdat ik gewoon puur in ze teleurgesteld ben. Ja? Dat heb je ook natuurlijk in een rouwproces. Er zijn heel veel vrienden die het heel goed bedoelen. Zo. En dan zijn er een paar mensen die stellen je teleur. En dat is een hard gelach. Ja. Voel je je in de steek gelaten? Ja, dat is tevens mijn boodschap ook. Wat? Ja. Ik voel me in de steek gelaten? Nee. Wat dan? Nee. Dat als ik een... er zijn theaterdirecteuren die zijn meteen op mij ingestapt. Ongezien. We geloven in jou. Wij weten wat je hebt gemaakt tot nu toe. Natuurlijk. Die zijn ervan overtuigd dat als ik tevoorschijn kom, dat het met wat is. Ja. Anders verlaat anders ik niet dat huis. Ja. En breng ik mezelf niet zoveel onrust in mijn leven nu aan. Dat is heel slim van. Dat hebben ze heel goed gezien. Ja. En bovendien geeft het mij een warm gevoel van, ja, je kan van ze op aan. Een heel groot gedeelte van theaterdirecteuren hebben mij meteen op een stapel gelegd en letterlijk gezegd, nog maar eens even een jaar niet. Wat een liefde. Terwijl ik krijg niet eens de kans om te zeggen dat die voorstelling helemaal geen droevige voorstelling is, maar dat mensen zich reuze vermaken en toch op een sociaal intelligente manier en hoop dat daar een hoop gebeurt en ze het gevoel hebben dat ze op een heel leuk feestje zijn geweest. Maar hoe word je niet rancuneus dan? Want zij staan dan tussen mij en het publiek in. Stel je voor zo'n theaterprogrammeur dat zijn baas tegen hem zou zeggen van, weet je wat, je hebt je partner verloren, het lijkt mij goed dat jij nog een jaar thuis zit, onbetaald. Dat is ook nog zo. En gewoon puur omdat ze denken, ja, zo'n verse weduwe, dat is mij. Dat kan niet wezen. Nee, doe maar niet, even niet. Oh, even niet. En staan dus tussen mij en mijn publiek in. Maken het onmogelijk omdat wij elkaar zien. Dus? Dus. Dat is ook toch een groot onrecht. Voor nu en altijd. Laat ik het zo zeggen. Gun mij mijn vak.
En mijn publiek is het publiek zijn of haar? Haar, hè? Haar, denk ik. Haar plezier. Wat denk je hiervan? Je zegt eigenlijk zie mij. Nee, gunnen is wat anders. Gunnen is gewoon... Je naam, hè? Natuurlijk. Maar waar, hoe kan dat nou toch, hè? Dat er wat ik niet heb, mag jij ook niet mentaliteit is. Omdat het natuurlijk, het is heel moeilijk. Heel veel mensen gaan helemaal niet graag... Die zien er al tegenop om mij aan de telefoon te hebben en denken dat ik... helemaal niet erover. En dan wat moeten zij dan zeggen? En wat moet je... Het is angst dus. Oh, en dan moet je vragen hoe gaat het? En dan zegt ze, dan zijn ze altijd zo eerlijk, zal ze wel zeggen, niet goed. Ja, dan moet ik vragen dus, waarom niet. Dus dat is nogal... Dus, terwijl ik ben daar vrij open in, vind ik. En het is helemaal niet eng om met mij over die dingen te praten. Oh, maar ik kan me voorstellen dat je gewoon alsnog rancuneus wordt. Ik bedoel, Nee, dat is altijd slecht. Maar ik slaap er slecht van. Als je het heel eerlijk in mijn hart kijkt, dan lig ik daar van wakker. Want ik vind het... Van woede? Ik vind niet dat ik dat verdien. Nee. Want kijk, altijd zijn de argumenten... iemand moet een beetje naamsbekendheid hebben. Die moet toch geen onbekende zijn. Je moet, als je op televisie geweest bent, is dat een pre. Je moet wel goed... Het programma moet goed in elkaar zitten. Moet ook nog amusementswaarde hebben. Ja. Ik snap niet het probleem. Nou, dat heb je nu helder en duidelijk gemaakt. Dank je. En als het publiek iets voor me wil doen, hang ze eens aan de taal. Strek ze eens even aan hun jasje en vragen ze... staat het die Heiting in deze plaats in het theater voor ons jaar? Ah, doe mij die lol. En... Nou, dames en heren, dit is duidelijk. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golf, dan golf het golf. Niet te sluiten, niet te sturen.